Dan gaan we nu over tot de uitreiking van de sinds enkele jaren zeer gegeerde Prof Awards. Ieder jaar in februari houdt het Prof Consortium een CEO-meeting voor alle organisaties in het consortium. Daar wordt dan een rondvraag gedaan naar alle mogelijke nominaties voor de 3 Prof Awards. En na deze meeting worden ook alle leden, en dat zijn er ondertussen al 432, geconsulteerd met dezelfde vraag. En dat leidt dan tot een heel waardevol inzicht over namen en aantal stemmen. De keuze dit jaar was overduidelijk en we zijn dan ook zeer blij dat we ook dit jaar weer 3 awards kunnen uitdelen. Eentje voor research in de zorg, eentje voor organisatie in de zorg en dan is er ook nog de Special Honorary Award. Aan die uitreiking gaat telkens een laudatio vooraf door een van onze vroegere awardwinnaars. En ik zou vragen dat de winnaars zelf na die laudatio dan telkens naar voren komen. De eerste Prof Award voor organisatie in de zorg gaat naar de zelfmoordlijn. Een initiatief van minister Van Deurze dat helaas beantwoordt aan een stijgende bekommernis in onze maatschappij. De award wordt straks in ontvangst genomen door directrice mevrouw Kirsten Pauwels. En voor de laudatio nodig ik professor Chantal van Oudenovenhuit, directeur van het Lucas Instituut van KU Leuven, vicerector. En ook de allereerste Prof Award winnaar uit 2011, mevrouw van Oudenoven. Dank u wel, mevrouw Samijn. Het is een grote eer voor mij om hier vandaag te mogen staan en deze award te mogen uitreiken aan Kirsten Pauwels. Zij staat sinds 2012 aan het roer van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, waar zij instaat voor de dagelijkse leiding van een team van professionele medewerkers. Nu, wat doet het Centrum ter Preventie van Zelfdoding? Het is eigenlijk het langst bestaande suïcideorganisatie in ons land. Wat in 1979 begon als een heel klein centrum, getrokken door enkele vrijwilligers, wel, dat is vandaag geëvalueerd naar een vaste waarde, of beter gezegd, een van de drijvende krachten van het Vlaamse actieplan suïcidepreventie. En ik sta graag even stil bij de realisaties van dat centrum. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding doet voor haar diensten beroep op professioneel opgeleide vrijwilligers. En het zijn zij die elke dag anoniem de telefoon opnemen, de chat en de mailbox bemannen. En hoewel dat deze cel dateert vanuit de beginperiode van het centrum, sluit het eigenlijk naadloos aan bij de traditie vandaag, waar we het over gehad hebben op deze tweedaagse, de traditie van vermaatschappelijking van zorg. De vrijwilligers zorgen voor informele, laagdrempelige zorg, een luisterend oor voor mensen die in nood zijn. Mensen in een suïcidale crisis. En dat werken met vrijwilligers, dat is geen vanzelfsprekend gegeven. Daar komt veel bij kijken. Recruteringscampagnes, nieuwe vrijwilligers een training geven, zorgen voor de permanente vorming van deze mensen. En niettegenstaande al die energie die daar moet ingestoken worden, stellen we vast dat het centrum haar vrijwilligersbestand de laatste jaren verdubbeld heeft. En vandaag zijn er 134 vrijwilligers bij betrokken. En die verdubbeling in manschappen heeft er natuurlijk ook toe geleid dat er een veel grotere toegankelijkheid is van deze telefoonlijnen. Niet onbelangrijk, hè? Het aantal oproepen van 2010 lag rond de 9000 en vandaag zitten zij al aan 14.000 oproepen op jaarbasis. Daarmee is de kous niet af. Hè. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft daarnaast ook een uitgebreid vormingsaanbod. Want zij zijn de specialist eigenlijk in hoe je omgaat met mensen in suïcidale nood. En die know-how zetten ze ook om in een vormingsaanbod voor tal van andere sectoren. Ik denk aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ik denk aan de huisartsen, ik denk ook aan opleidingen in scholen. Noem maar op tal van vragen hè, geven zij een antwoord door een passend vormingsaanbod waarin ze hun know-how verder uitstrooien overal in Vlaanderen. Hè. Gastcolleges, meerdaagse trainingen, noem maar op. Hè.
En dan is er daarnaast ook nog het centrum als studiedienst. Want zij verzamelen heel veel informatie, hebben heel wat feitenkennis. En die cijfers en inzichten die brengen zij op een systematische wijze bij elkaar. Zij analyseren de gegevens op een vakkundige wijze. Zij sensibiliseren het grote publiek. En informatie geven behoort ook tot hun takenpakket. Last but not least, dit centrum is ook een onderdeel van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, wat we kennen onder de naam VLESP. De partnerorganisatie dat alle organisaties die zich met suïcidepreventie bezighouden samenbrengt om know-how uit te wisselen, om geen dubbelwerk te doen en om in een goede samenwerking ernaar te streven dat we onze doelstellingen van suïcidereductie in Vlaanderen realiseren. Kortom, wat begon als een zeer klein initiatief van enkelingen is vandaag, 35 jaar later, een belangrijke speler geworden, een veelzijdige speler geworden op het vlak van suïcidepreventie. En ik nodig dan ook graag Kirsten Pauwels uit. Zij was tot in 2011 projectmedewerker bij Popov Geestelijke Gezondheidszorg. Sedert 2012 heeft zij de leiding over dit centrum. Ik feliciteer jullie van harte met dit zeer sterke en belangrijke initiatief. Kirsten. Dankjewel. Eerst en vooral dankjewel Chantal voor de heel mooie woorden. En iedereen die betrokken is. Ik moet zeggen, het was een verrassing toen ik een mailtje kreeg dat we deze award gekregen hadden. Of gingen krijgen. Wij proberen inderdaad heel hard werk te maken van die vermaatschappelijking. Wij geloven er echt in dat suïcidepreventie dat een taak is van iedereen. Door onze vrijwilligers, door onze vormingen. Maar eigenlijk is het zo dat we soms denken van ja, suïcide, oeh. We blijven daar af, we zijn daar bang van. Maar er zijn heel veel mensen, jammer genoeg, in onze samenleving die daarmee te maken krijgen, die suïcidegedachten krijgen, die een poging ondernemen. En we weten ook dat hoe de omgeving daarop reageert, dat eigenlijk cruciaal is. En dat zien wij echt als onze taak om heel de samenleving handvatten te geven. Hoe dat je op een goede manier kan reageren als iemand het leven niet meer ziet zitten. En wat je kan doen. Dus we blijven daar keihard aan werken. We hebben nog wel wat werk te doen. Ik denk dat deze award ons alleen maar vooruit stuwt om daar verder mee te gaan. Van harte bedankt in ieder geval. En dan zijn we toe aan de tweede Prof Award voor Research in de Zorg. En die gaat dit jaar naar professor Dr. Petra de Sutter. Zij ontvangt deze award voor haar baanbrekend werk op het gebied van de reproductieve geneeskunde. Professor Dr. Renaat Peleman, hoofdarts van het UZ Gent, won in 2013 de Prof Honorary Award. En hij is de eerste prof leerstoelhouder en hij steek nu de loftrompet over professor de Sutter. Dames en heren, het is met een bijzonder groot genoegen dat ik deze laudatio uitspreek voor professor Petra de Sutter. Ik ken haar al vele jaren. We hebben ooit nog samen in dezelfde auditoria les gehad. En klinische lessen gehad. En zij was altijd een van de slimmere van de klas en de meest ijverige. De jury heeft dus zeer terecht beslist om die award toe te kennen aan professor Petra de Sutter, die nu professor in de gynaecologie is aan het UZ van Gent, aan de faculteit Geneeskunde. Zij is ook lid van de raad van bestuur van de UGent en het UZ Gent. En zij is naast een prominent onderzoeker ook senator. Petra werd geboren in Oudenaarde op 10 juni 1963
en ze studeerde af als arts aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Toen begon ook onmiddellijk haar opleiding in de gynaecologie-verloskunde en reeds na 1 jaar werd gevraagd om het opstartende IVF, in vitro fertilisatie, laboratorium te gaan leiden. En sindsdien is zij altijd actief geweest in de reproductieve geneeskunde. Haar laboratoriumtijd, en bemerk het Latijnse woord labor, wat werk betekent, leverde haar een doctoraat op. En die periode, dat doctoraat, heeft ook geleid tot een periode van fellowship aan het Illinois Masonic Medical Center in Chicago. En toen ze terugkwam, behaalde ze de hoogst mogelijke academische graad, namelijk de titel van geaggregeerde voor het hoger onderwijs. Die titel bestaat momenteel niet meer, maar het is de hoogste academische onderscheiding die iemand kan behalen in de wetenschappelijke carrière. Petra werd gynaecoloog in 1994 en ze werd toen staflid van de dienst waar zij in 1999 kliniekhoofd werd en in 2008 hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde. Petra heeft tijdens haar onderzoekscarrière altijd de brug kunnen slaan tussen het fundamenteel laboratoriumonderzoek en het meer klinisch gericht onderzoek. De twee belangrijkste pijlen van vooruitgang in de wetenschap. En als rode draad in haar onderzoekswerk lopen er 3 thema's die ik kort zal toelichten, zonder in detail te gaan, omdat ik zeker geen foute dingen wil zeggen. Petra is gynaecoloog, reproductieve geneeskunde. Ik ben internist en ik begrijp niet altijd waarover het gaat in de reproductieve geneeskunde. Vandaar een eerder korte toelichting. Dus 3 thema's. Een eerste thema is dat van de bevruchting, meer bepaald de activatie van de eicel door de zaadcel. Dit onderzoek wordt zowel nationaal als internationaal zeer hoog ingeschat. En dat is de reden waarom dat ook vele buitenlandse patiënten de weg vinden naar ons Gents Universitair Fertiliteitscentrum. Een tweede thema in het onderzoek van Petra heeft te maken met psychologische en ethische aspecten van fertiliteitsbehandelingen en vooral het gebruik van donorgameten. Iedereen weet onderhand dat maatschappelijk heel wat te doen is rond de anonimiteit van donoren van zaadcellen en eicellen. En dus deze tweede pijler van haar onderzoek is maatschappelijk zeer relevant. Maar derde pijler, haar belangrijkste onderzoeksdomein, is dat van de embryonale stamcellen. En in dit onderzoek heeft haar groep meerdere zeer belangrijke publicaties laten verschijnen in wereldberoemde tijdschriften type Science, Lancet, Nature. Dat is de top waarin wetenschappers kunnen publiceren. Naast dit alles vindt Petra ook nog tijd om strategisch basisonderzoek van het IWT te promoten samen met de VUB en de Universiteit van Maastricht, dat zowel een fundamenteel wetenschappelijk als een ethisch luik omvat. Het zal dus niemand verwonderen dat Petra vanuit haar onderzoeksdomein de sprong naar de ethiek en nu recent naar de politiek heeft gemaakt. De ethische reflecties over haar werk in de voorplanting houden haar al vele jaren bezig. En dat, it shows. Zij is tot 2014 lid geweest van het ethisch comité van het UZ Gent en is lang expert geweest en lid van het college van de Hoge Gezondheidsraad. Petra de Sutter is ook lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, waar ze actief is in de commissie Maatschappij en Gezondheid. En haar bestuursmandaten aan UGent en UZ Gent heb ik reeds vermeld. De politieke carrière van Petra speelt zich af in de Belgische Senaat, maar ook in de Raad van Europa, waar ze zich bekommert om ethische en mensenrechtelijke thema's in de commissie Social Affairs en Migratie. En naast een sterk besproken rapport over draagmoederschap bereidt ze er nu een voor over genetische modificatie van menselijke embryo's dat minstens wekelijks, zo niet om niet te zeggen dagelijks, in de pers nieuwe headlines scoort. En zo slaagt Petra erin om haar klinische en academische ervaring te valoriseren in de internationale politieke wereld. En daar ook is ze bezig met thema's zoals milieu en gezondheid, reproductieve en seksuele rechten van vrouwen en rechten van seksuele minderheden.
Petra heeft meer dan 300 wetenschappelijke peer-reviewed publicaties, meer dan 400 abstracts en meer dan 500 wetenschappelijke lezingen in binnen- en buitenland op de teller staan. U begrijpt dat het met een zeer groot genoegen is dat ik als hoofdarts van het UZ Gent en oud-laureaat van deze award nu Petra mag uitnodigen om deze prof-award in ontvangst te nemen voor haar werk in onderzoek. Proficiat Petra, met je werk, je resultaten en deze award. Dankjewel. Voor eerst, ik ben heel erg vereerd dat ik hier vandaag mag staan om die award in ontvangst te nemen, die een ondertussen 30-jarige onderzoekscarrière lauwert. En dat zou het niet mogelijk geweest zijn zonder heel veel andere mensen ook, die ik toch eventjes ook wil vermelden. Ik leid een team van op dit moment ongeveer 15 onderzoekers. Zij zijn degene die al het werk nu doen natuurlijk. Ik manage dat. Zoals u misschien wel begrijpt. Dus ik wil die absoluut ook deze award opdragen. Verder wil ik ook nog enkel toevoegen dat translationeel onderzoek, en Renate heeft het gezegd, de brug tussen het fundamentele en het klinisch gerichte onderzoek, wat mij betreft in de geneeskunde, essentieel is. Ook absoluut een taak is en blijft van mensen die op universitair niveau bezig zijn, dat we daar de nodige financiering en mogelijkheden moeten kunnen voor blijven behouden. En dat dit eigenlijk, wat mij betreft, de innovatie in de geneeskunde stuurt. Dus nog eens heel erg bedankt voor deze award. En dan de laatste award, de Special Honorary Award 2017. Die gaat naar een persoon die in zijn leven een belangrijke maatschappelijke invloed heeft gehad. En de boodschap die de winnaar van dit jaar verkondigt is eenvoudig en krachtig. Wil je zinvol ouder worden, blijf dan actief bezig. De Special Honorary Award 2017 is voor professor Etienne Vermeers. En ik nodig meteen ook Jan van Hekken uit, want ze gaan beide een gesprek hebben in de sofa. Ik geef u mijn microfoon, alsjeblieft. Professor, voor ons bent u een icoon. We hebben gisteren een icoon gehad van de triathlon. En vandaag iemand voor ons een triathlon van het denken. Ja. Ik weet amper sinds verleden week dat ik uitgenodigd werd om het laudatio te geven, want ik vervang Sophie de Waele, die in Gent gekend is. En ik dacht toen ik verleden week donderdag met professor Peleman overeenkwam dat ik dat ging doen. Ik dacht, ik ga me snel informeren over de professor. En ik googelde Etienne Vermeers. Je moet dat maar even proberen. Je krijgt 166.000 hits in 0,38 seconden. Ik heb die dus allemaal gelezen en ik ga die dus één voor één voor u voorlezen. Video's. Ik geef u ook enkel maar een tip. 23.600 video's heeft die man. Hij wist het zelf niet. U wist het zelf niet, professor. Het is ook de moeite. Facebook. Wij denken dat wij populair zijn. Hij heeft 17.792 volgers. Hij publiceert enorm veel documenten. En dat is ook een beetje het probleem met u. Ik ga u dat in conversatie moeten vinden. We gaan zelf de documenten aanvragen die u het belangrijkst vond in uw carrière. Want hij heeft 9 boeken gepubliceerd. De professor heeft me meegedeeld dat hij bezig is met een nieuw boek. Een wetenschappelijke studie. Ik hoop dat u een klein beetje
het doek uitlichten en ons toch wel vertellen waarover die studie gaat gaan, dat boek gaat gaan. Misschien kunt u dat nu al zeggen. Wel, momenteel ben ik bezig met een boek waarin ik de vraag zal beantwoorden wat dat eigenlijk is, informatie. Dat is een heel belangrijk begrip, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is dat. In 1948 hebben we het belangrijke boek gehad van Shannon, The Mathematical Theory of Communication, ook het boek Cybernetics van Wiener, waar die hele, heel dat onderzoeksterrein opengerukt is. En het is nog niet gelukt om een definitie te vinden van wat dat eigenlijk is, informatie. Een definitie die dus alles omvat. Want de meeste definities van informatie hebben het over informatie zoals je die in een krant kunt vinden. Maar het is natuurlijk ook zo dat muziek, schilderkunst, plastische kunst in het algemeen, film, dat is allemaal informatie. Ja. En ik ga dus een definitie naar voren brengen die dat allemaal overkoepelt en bovendien de eigenschappen, de algemene eigenschappen van informatie, ten overstaan van bijvoorbeeld materie en energie. Want dat is verschillend. Om één voorbeeld te geven, als je een object hebt, een materieel object of een hoeveelheid energie, en je geeft die aan iemand anders, dan ben je die kwijt. Als je informatie aan iemand anders geeft, of het nu muziek is of wat dan ook, je bent dat niet kwijt. Ja, ja. Dat is één van de vele aspecten. Bovendien, in informatie is er altijd een materieel of energetisch substraat en dan het typisch informationele. Die twee heb je altijd. Ja. En dus de eigenschappen van het substraat hebben gevolgen voor de eigenschappen van de informatie die je erop kunt zetten. Ja. In graniet bijvoorbeeld kan je geen heel verfijnde dingen zien. Je moet dan zware letters, zoals in Egypte. Maar in bijvoorbeeld in brons kan je heel verfijnde zaken naar voren brengen en met fijne inkt kan je nog meer verfijnde dingen realiseren. Dus er zijn allerlei eigenschappen die daaruit naar voren komen. En wanneer gaat dat boek klaar zijn? Ik hoop binnen een jaar. Binnen een jaar? Ja, als ik niet te veel awards krijg. Goed. Professor Vermeers is geboren in 1934. Dus voor de wiskundigen, u kunt al beginnen rekenen. En het is een van de redenen waarom dat we ook professor Vermeers die award toekennen. Het is een bijluik. Hij heeft absoluut de meeste stemmen gehaald met een absoluut record voor de maatschappelijke invloed die hij betekend heeft. Maar ook, laten we zeggen dat de mensen die aan de stemming deelnamen, die waren eigenlijk al beoogd. Hè, dat we die twee dagen die hier bezig zijn, dat we gingen hebben over veroudering en vereenzaming. En u kwam daarin naar voren, professor, als ja, u lijkt helemaal niet oud, u lijkt helemaal niet vereenzaamd. Vertel ons eens, wat is uw geheim? Wel, mijn eerste geheim is natuurlijk dat je ouders goed moet kiezen. Ik ga veranderen. Zeggen, je moet een genetische basis hebben, ja. Ja. Die natuurlijk voldoende is. Mijn broer is 2,5 jaar ouder dan ik. Ja. Mijn broer is kerngezond, zeer actief enzovoort. Dus je moet de mogelijkheid hebben. Ja, ik heb een belasting, mijn broer heeft dat niet. Ik heb een erfelijke belasting van hoge bloeddruk, heb ik van mijn grootmoeder. Maar je bent geopereerd ervoor, denk ik. Hè? Ik heb een viervoudige bypass gehad en twee stents. Ja. Dus, en nu voel ik mij daar goed mee. Maar zonder de onder de geneeskunde, de moderne geneeskunde, was ik zeker al 25 jaar dood. Daar is geen enkele twijfel aan. De oudere broers en zussen van mijn vader, die zijn allemaal rond de 50 gestorven. Hersenbloeding of hartinfarct. Dus je moet een beetje geluk hebben in het leven. Ik ben nu geboren in een periode waar dus die waaier van medische begeleiding mogelijk is. Zowel op chirurgisch gebied als op alle gebied natuurlijk. Dus je moet geluk hebben en dan je moet dat geluk een beetje helpen, hè. Dus je moet natuurlijk niet gaan zijn en ik ga beginnen roken. Dus ik heb 50 jaar geleden gezegd, gedaan, dat doe ik niet. Ja. Je moet een beetje, maar wel een beetje drinken, maar met een zekere mate.
En zo met alles. Ja. Dus ja, zorg dat je niet te dik wordt. Dat je gewoon probeert behoorlijke voeding enzovoort. Maar in mijn optiek, maar je moet daar ook geluk voor hebben, je moet een gedrevenheid hebben. Ja. Ik ben heel mijn leven gedreven geweest. Heel mijn leven. Ik heb een enorme belangstelling. Mijn groot probleem is altijd geweest, ja, ik wou eigenlijk wiskunde doen, maar natuurkunde is toch ook zo mooi. En biologie is schitterend. En taalkunde, dat is toch formidabel. Ja. Enzovoort. Ik heb nooit eigenlijk echt goed kunnen kiezen wat ik eigenlijk het best zou doen. En ik ben op de filosofie uit. Ik heb dan klassieke filologie gedaan, Latijn en Grieks. Ja. Wat mij zeer goed helpt nu bij de studie van het christendom enzovoort, de geschiedenis. Maar de filosofie heeft dat grote voordeel dat je in feite een beetje overal kunt grasduinen. Ja. Er is een filosofie van de natuur, van de kosmologie. Er is een filosofie van de biologie. Er is een filosofie van de kunst. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dus als eigenlijk iets wat door een toeval ook, door het feit... Kijk, aanvankelijk wou ik natuurkunde studeren. En dan kwam ik op het idee, een vreemde gedachte, dat ik mijn leven moest wijden aan God. En dus ben ik ingetreden bij de jezuïeten, ben ik 5 jaar geweest. En toen had ik de kandidatuur klassieke filologie daar. En ja, ik kon mijn ouders niet meer op kosten jagen. En ik heb dan gezegd, ik zal vlug die klassieke filologie afmaken. Maar, en passant, tegelijkertijd de eerste en de tweede kandidatuur filosofie. Ja. En dan daarna de licentiefilosofie. En daarmee was dat gedaan en zat ik in de filosofie. Ja, u vertelt het heel eenvoudig, maar je had overal grootste onderscheiding. Dat vergeet u bij te zeggen. Hè? Ja. In al uw studies, dus het mag ook gezegd worden. Wat betreft de wetenschappelijke interesses, die zijn inderdaad zeer breed. De ontwikkeling van de wetenschap in de oudheid en de middeleeuwen. Hè? Studie van de begrippen informatie. U hebt het volgende boek gehad er eigenlijk groot stuk over. Studie van de begrippen cultuur en beschaving. Studie van de ethische problemen. Studie van milieufilosofie. Jezus en het ontstaan van christendom en de islam. Maar u bent ook bekend voor uw quotes. En ik was toevallig al die documenten aan het lezen. En ik heb een dochter die woont in Amerika en die woont in South Carolina. En de laatste dagen hebben we veel contact met elkaar, want die orkaan die hing die richting uit. Die is gelukkig nu sterk verminderd en die is wat aan het afdrijven. En ik vroeg aan mijn dochter, die dus gehuwd is met een Amerikaan, en ik zei, stel ik je voor, ik ben hier aan het lezen over professor Vermeers, en ik zei, stel ik je voor dat uw echtgenoot u morgen zou zeggen, Anneliesje, zei het Annelies, wil je vreemd gaan, doe maar. Komt van de professor. En mijn dochter zei, als je dat zou zeggen, haal ik zijn ogen uit. Dus we moeten oppassen met quotes, ja. Tot zover dat gaat. Professor, ik heb nog 2 vragen. Eerst en vooral de vraag over de toekomst. Wij gaan volgend jaar, of het volgende project dat we gaan aannemen, pakken met Chantal van Oudenhoven, gaat over de vereenzaming bij jongeren. En ik heb u geschreven, door onze vaststelling, is de vereenzaming bij jongeren in percentage hoger dan bij ouderen. 25% ten aanzien van 12-15%. Wij hebben dat nooit in onze generatie gekend, die vereenzaming. Hoe komt dat volgens u, dat de jongeren nu die vereenzaming kennen? En wat zou u de maatschappij aanraden om ons, om dat te helpen remediëren? Wel, het zou een beetje aanmatigend zijn van mij als ik zomaar zou zeggen, kijk, dit zijn de methodes, want eigenlijk heb ik daar zelf persoonlijk nooit last van gehad. Ja. Tot nu toe helemaal niet. Maar als ik probeer te achterhalen wat er daarachter zit. Ten eerste is het zo, we hebben hier prachtige uiteenzettingen gehoord over mensen die van bovenuit zich inzetten om bij de mensen die vereenzaming tegen te gaan. Ja. Maar ik denk dat het ook van onderuit moet gebeuren en dat men van kindsbeen af, maar vooral van een periode, laten we zeggen, van het middelbaar onderwijs, zich moet proberen te in te zetten voor het verenigingsleven.
Ik heb mij in de tijd ingezet voor de jeugdbeweging, dat was dan KSA. Maar ik was ook lid van het kathedraalkoor van Sint-Salvaters in Brugge. En stilaan, naarmate je je ontwikkelt, moet je proberen het verenigingsleven in stand te houden. In onze klas, vanaf vierde Latijnse, hadden wij de klas, dat waren twee klassen, maar hetzelfde jaar, hadden wij een eigen blad dat wij schreven voor elkaar. Tijdens het jaar deden wij eens een feestje, Sint-Niklaasfeest voor wezen enzovoort. Dus wij hadden een hechte band en die hechte band die blijft bestaan. Dus wij komen, nu komen we samen in begin van oktober. En wij komen nu de laatste jaren ieder jaar samen. Dat is dus een groep. Er leven er nog een veertigtal. En dan krijgen wij toch ieder jaar, dat, niet iedereen is altijd vrij, maar krijgen toch 25, 30 mensen die daar aanwezig zijn. Dat wil dus zeggen, daar is een verenigingsleven gebleven. Wij hebben contacten met elkaar. Er zijn een drietal, viertal mensen van onze klas houden zich daarmee bezig. Sturen dus voortdurend bijhoudend de adressen, de e-mails van iedereen. Als er iemand overlijdt, krijgen wij daar het bericht van. Dus daar is, en wij kennen elkaar en we blijven elkaar kennen. En als we elkaar van voor iets nodig hebben, dan weten we, die zit daar, die zit daar, die zit daar. Ik wil daarmee zeggen, wij moeten proberen van kindsbeen af het verenigingsleven te beleven. Een mens moet niet alleen blijven staan. Je moet alleen kunnen staan, dat is iets anders. Maar je moet niet alleen willen staan. Je moet met andere mensen in contact komen. En je moet je ook met andere mensen bezighouden. En dus je inzetten voor andere mensen. En dan kunnen andere mensen zich ook voor jou inzetten. Maar er zijn allerlei zaken. Bijvoorbeeld, een vroegere medewerker van mij, onlangs is zijn vrouw overleden. Wel, die is nu terug, heb ik gehoord, is nu terug een combo-orkestje aan het vormen van mensen waar hij vroeger mee samengespeeld heeft. En nu, als gepensioneerde, begint hij nu opnieuw met dat combo-orkestje. Ja. Dat die eenzaamheid, door zijn vrouw te verliezen, wordt daardoor doorbroken. Dus je moet proberen telkens weer, dat kan een leesvereniging zijn, dat kan, er is hier al over gesproken, een wandelvereniging zijn, een fiets, mijn broer heeft zeer veel, is leider geweest van wandelverenigingen, en nu doet hij vooral aan fietsen. Dus je moet mensen niet alleen, het is zeer goed dat dat van boven gebeurt, dat men probeert mensen samen te brengen, maar mensen moeten ook gedreven zijn en moeten beseffen dat ze zelf ook moeten contact zoeken met anderen. En daarvoor zijn dus bepaalde activiteiten heel belangrijk en dus belangstelling. Belangstelling. En mensen met dezelfde belangstelling, die kunnen dan een groep vormen en op die manier leert men elkaar kennen. Ja. Wij hopen, professor, dat nu op u kunnen rekenen, dat we ook op Petra kunnen rekenen, dat we op Kirsten kunnen rekenen voor dat volgende project naar de jongeren toe. Want dat is, ik denk dat dat echt voor de maatschappij een enorme uitdaging is voor de groep die, voor die mensen, voor de jonge gasten die aan het komen zijn. En ik kan eerlijk zijn, dat choqueert mij persoonlijk. Wij hebben 4000 bezoekers hier per jaar. 12% dat zijn studenten van de universiteiten van de hogescholen. Onder andere ook Anja de Klerk komt met de sociale hogeschool. Ik durf dat soms nu en dan echt vragen. Wie durft zeggen dat hij met vereenzaamheid in contact gekomen is? En ik kan u eerlijk zeggen, je verschiet er dan zelf van de reactie als er dan opeens 1/3 of 1/4 van die vingers in de lucht gaan. We gaan daar niet verder op in. Maar je voelt je daarvoor verantwoordelijk. Je vindt dan, we hebben niets verkeerd gedaan. Dus we moeten er iets mee doen. En er wordt daarvoor veel te weinig gedaan. Hè. We moeten ervoor kijken. Professor, vooraleer dat het laatste, vooraleer dat ik u het woord heeft om natuurlijk ons te bejubelen. U hebt prijzen gehad in 2010. Dat was een Geuzenprijs. De prijs Vrijzinnig Humanisme in 2011. En verleden jaar hebt u een zeer belangrijke ereteken gehad van de Vlaamse gemeenschap in 2010 van de minister-president. En nu vandaag krijgt u natuurlijk een nog belangrijker award. Het Summum, de Prof Honorary Award. Ik denk niet dat er nog iets achter komt. Dus, hoe reageert u daarop, professor? Wel, ik zal het volgende zeggen. Mensen die mij kennen of mij kennen van op tv, zullen vaak de indruk krijgen dat ik enorm zelfverzekerd ben. Dus als ik in debat optreed,
dan geef ik de indruk dat ik het allemaal, dat ik allemaal heel zeker van mijn stuk ben. Dat is waar. En dat ik dat met grote kracht verdedig. Dat is zo, maar een mens kan niet volledig zelfverzekerd zijn. Een mens moet altijd een stap achteruit kunnen zetten en zich afvragen, ja maar, ben ik wel goed bezig? Zit ik nu wel op het juiste spoor? En die award en dergelijke awards, die zijn voor mij een beetje een garantie dat ik niet volledig op het verkeerde spoor zit. Dus ik vind, ik heb daar geen recht op een award. Wow. Maar het is wel iets wat mij steunt. En je moet natuurlijk ook de steun hebben van een aantal vrienden. Dat je weet dat je niet alleen staat. Dat je, als je gedachten naar voren brengt, dat er mensen zijn die het daarmee eens zijn. Er zijn altijd mensen die het niet mee eens zijn, maar goed, dat is hun volste recht. Maar je kunt niet heel alleen een bepaalde waarheid naar voren brengen. Ja. Je moet op de een of andere manier ondersteund worden door de gedachte, daar is nog iemand die in diezelfde richting denkt. Of er is nog iemand die denkt dat dat in de juiste richting gaat. En daardoor is dat voor mij eigenlijk een zeer grote steun. Want ik ben niet zo zelfverzekerd als ik naar voren kom. Dat is eigenlijk, dat is geen show, maar dat is een temperamentskwestie. De keer dat ik aan het betogen ben, ja, dan is het volle bak natuurlijk. Dan ben ik niet te houden. Ja. Maar als men mij dan op iets wijst, dan zal ik onmiddellijk gaan studeren en kijken, was het wel juist? Ja. Heb ik het wel? En nu en dan zeg je een fout, hè? Ja. En ik ben daar diep beschaamd over. Als ik een fout zeg. Ja. Ik ben daar diep beschaamd over. Ik heb dat minder, maar goed. Maar ik denk, ik weet niet of ik begrijp wat ik bedoel. Een dergelijke award is voor mij een steun. Ja. Namelijk, er zijn nog mensen die denken dat ik ergens in de goede richting ga. Ja. Ik moet zeggen, ik heb veel te weinig gedaan in mijn leven. Veel te weinig gedaan in mijn leven. Ja. Ik heb onlangs gelezen dat Leonardo da Vinci op het einde van zijn leven zei, ja, God zal mij nooit vergeven dat ik zo weinig gedaan heb. Die voelt je dat mee? Ik voelde, ja, ik heb niet veel gedaan. Ja. Dus, ja. Maar aan de andere kant vind ik dat men niet alleen mededogen moet hebben met andere mensen, maar ook een beetje mededogen hebben met zichzelf. Ik moet mij een beetje kunnen vergeven dat ik zo weinig gedaan heb. Het is u vergeven, ja, ja. Maar ik wil nog eens herhalen dat ik dus voor die award, hoewel ik die niet verdien, dat ik daar zeer dankbaar voor ben. Professor. En dat dat mij steunt. Dank u wel, dat was ook de bedoeling. Dank u wel. Wij gaan blijven zitten, Gereed. Ja. Want ik zal vragen dat de awardwinnaars nog even naar boven komen, want wij gaan de afsluitingsceremonie doen. Dus we gaan ook foto's nemen van de drie awardwinnaars samen ondertussen. Is dat goed? Ja. En dan vraag ik aan Chantal dat ze misschien ook naar voren komt. Hey. Vrienden, we zijn aan het einde van die tweedaagse en wij hopen dat die jullie bijzonder geïnteresseerd heeft. We hebben al een paar reacties gehoord, ook bij de individuele gesprekken. U bent ook geconfronteerd geweest met onze eerste test, met de netwerktent. We gaan daarvoor een debriefing vragen achteraf aan de deelnemers. Dus we zijn zeer geïnteresseerd hoe dat jullie daarop gereageerd hebben. Daarvoor gaan we zeker contact houden. En de bedoeling is nu dat we proberen niemand te vergeten, Chantal. Ja. Jij begint. Ja.
Eerst en vooral dank ik Jan Roels en zijn collega's voor de techniek. En hartelijk dank aan de vertalers die onder de deskundige leiding van Veerle gewerkt hebben deze twee dagen. Ook dank aan de standhouders, waarvan velen van hun stand niet durven afkomen. Die verwachten nog altijd een enorme toeloop. Dus daar hebben we ook bij geleerd dat je standhouders niet kunt dwingen om altijd naar die sprekers te komen luisteren. Maar in elk geval toch dank. Donate, ik zie u zitten. Bedankt aan de mede-organisatoren van Netwerking, Zorg Anders TV en ASO, Michael, Ella, Frederik en Francis. En dat zult u mij niet kwalijk nemen. Ik wens ook zeer persoonlijk het personeel van de firma Bonen te bedanken. Want dat waren 35 man die er eigenlijk overal rond u bezig waren met van alles en nog wat op te lossen. Te maken dat er niks verkeerd liep. Het enige dat we niet in de handen hadden, dat was het weer. Maar voor de rest hebben we proberen alles te organiseren dat het jullie zo goed mogelijk meeviel. Dank aan het personeel, we gaan dat zeker overbrengen. De administratie onder leiding van Christa en de security onder leiding van Stefanie. Hartelijk dank. Ja. Pieter Jan en Koen, ik weet niet waar ze zitten. Die zitten daar ergens. Pieter Jan zie ik al zitten. En Koen zit er ook waarschijnlijk ergens. Nee. Ja. Bedankt voor de begeleiding van de rondgang aan de profkamers. En dan natuurlijk het Jewel-team dat de voorbereidingen op zich genomen heeft met Jan Nagels, Chris Vermaal, Jan Godard, Valerie en Pieter Jan. Dank u. Alle sprekers zijn speciaal onze Engelse sprekers, die zijn al vertrokken ondertussen, maar ook alle sprekers, we hebben daar, ik zeg het u, we hebben van jullie zeer veel appreciatie daarvoor. Uiteraard bedanken we de awardwinnaars en de laudatiohouders. We doen nog eens een oproep, eerst en vooral voor de leerstoel. Dat heeft Greet al een paar keer gedaan de laatste twee dagen. In mei 2018 is in het pand waar de professor ook in betrokken geweest is... Nee, is er in het pand weer een uitreiking van de nieuwe leerstoel van de award die door de leerstoel georganiseerd wordt. En je moet echt van die kans gebruik maken, want veel mensen hebben te veel schroom om daaraan deel te nemen. Er zijn veel mensen die met echt veel goede dossiers bezig zijn, stuurt die gewoon door. Er is een jury die geleid wordt door professor Peleman. De president van het jurycomité is... oud-president Van Rompuy. De jury is zeer neutraal samengesteld. Het is niet alleen de Universiteit van Gent. Dus je moet zeker niet denken dat er een voorselectie gebeurt. En het is een warme oproep om daar zeker aan deel te nemen. De award is steeds €10.000. Dat is niet min om daarvan te genieten. Ik heb er nog een speciale dank voor Greet Samin. De bevallige stem van prof, bijna. En we kunnen Greet iedere zondagnamiddag horen van 3 tot 6 op Radio Clara. Voilà, we gaan nog nooit zoveel supporters bij gehad hebben. Ik wens nog iemand en een organisatie zeer speciaal te bedanken als laatste. Beste Chantal, beste professor Van Oudenhoven. Wij hebben dat eigenlijk voor een groot stuk samen voorbereid. En wij hebben kunnen rekenen op uw organisatie en vooral op uzelf. Want u hebt heel vaak die route, die gevaarlijke route, die gevaarlijke route van Leuven tot in Poperingen zelfs gedaan. U bent er één keer niet geraakt. Maar uiteindelijk is het resultaat toch fantastisch dat we erin geslaagd zijn om dat samen te organiseren. Voor ons was dat ook nieuw, iets te organiseren samen met iemand anders. Maar dat heeft, wij hebben daar absoluut zeer goede ervaringen mee. Wij hopen dat dat opnieuw kan gebeuren. En als ik mag, zou ik graag die ruikerbloemen, als ik er aan geraak, ja, ja. Voilà.
Die rijke bloemen is voor u. En wat zij niet weet, daar behoort ook een enveloppe bij. En we gaan dat daarna overhandigen. Zou dat eigenlijk moeten open doen? Ja. Voilà. Beste Chantal, op het einde van de themadagen wensen we het profconsortium u en dus ook Lucas te verrassen met een geschenk, Jan. Hè? Een gift van €10.000, dat is meer dan de totale recette voor deze themadagen, die we dus ruim afgerond hebben voor jullie. We willen hiermee onze bijzondere appreciatie uitdrukken voor uw persoon, uw onderzoek, het beleid van uw geesteskind Lucas en de manier waarop u mee vormgegeven hebt aan Jules en deze themadagen. Jan, amai, dat is echt wel een heel groot geschenk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen van Lucas. Ik ben ook bijzonder blij voor de wijze en dankbaar voor de wijze waarop jij dit thema, die kwetsbaarheid en die eenzaamheid en de positieve dingen die we daar tegenover kunnen zetten, dat je daar zichtbaarheid aan gegeven hebt voor zoveel mensen die hier zijn en die dat eigenlijk ook meedragen en meegenomen hebben. Het is een heel mooi geschenk en het is veel meer dan het geschenk alleen. Ik ben ook erg blij dat we dit krijgen, want het is een onderwerp waarvoor je natuurlijk niet zo makkelijk aan fondsen geraakt. En ook dat is een weg geweest van vallen en opstaan. En het is ook een geschenk voor de medewerkers, waarvan er enkele hier aanwezig zijn. En die weten hoeveel projecten we moeten schrijven vooraleer we voor dit thema wat fondsen kunnen verwerven. Heel erg bedankt, Jan. En ik wil ook nog jou heel bijzonder bedanken voor al de energie die je hier hebt ingestoken. Want ik heb wel de weg afgelegd, maar jij hebt het finaal allemaal georganiseerd. Allemaal gedaan met je enthousiasme, met je hele team. Heel, heel erg bedankt. Ja, ik ga het doen, Melanie. Ik geniet uiteraard van die bedankingen, maar ik moet die onmiddellijk teruggeven aan heel veel mensen die eraan geholpen hebben. Wij hebben die ondertussen vernoemd. Ook de mensen van Jewel, die zijn al een paar keer voorgekomen. We hebben die eigenlijk nu vergeten in de bedanking. Dus Jan en Chris, wat zit Chris? Ik zie Jan zitten. Chris zit er vlak achter, ja. En Jan, wat zit de andere Jan van Dunneklussen? Ja, Jan zit daar, ja. Ik dacht dat hij al op de markt in Diksmuiden zat, maar dat is nog niet zo. Ja. En ook Pieter Jan, die ook aan het project deelneemt. Dus we denken dat we dat absoluut niet alleen doen en dat we dat steeds op al die andere mensen moeten rekenen en ook op jullie. Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid, we danken jullie voor jullie positieve inbreng en we hopen in elk geval dat we volgend jaar jullie terugzien. Dank je wel.